Een hele goede avond en van harte welkom bij de presentatie van Bogeman Koudum. Mijn naam is Michel Burgers en ik ben locatiecoördinator van Koudum en tevens docent biologie. Ik ben hier samen met mevrouw Sini Andela en zij is docenten Duits en zij is tevens coördinator leerlingenzorg. Leerlingenondersteuning moet ik eigenlijk officieel zeggen. We gaan eerst kijken naar de volgende dia. En de volgende dia zegt, wat vindt u nou belangrijk op school? En waar de meeste ouders meteen al naar kijken is natuurlijk, en dat is logisch, is hoe zijn de resultaten? En dat de leerling natuurlijk, of zoon of dochter natuurlijk goed presteert op die school. En dat snappen we. Alleen, er zijn natuurlijk heel veel andere dingen nog die belangrijk zijn en die u als ouders ongetwijfeld ook vindt. U vindt bijvoorbeeld ook misschien dat het een hele veilige school moet zijn. Nou, dat lijkt me heel goed. En het leerling moet zich ook lekker thuis voelen. Het moet een plezierige school zijn. Nou, heel belangrijk is, wat zeggen nou die leerlingen zelf van Bogeman Koudum? Dus we gaan naar een filmpje kijken waarin we kijken naar wat leerlingen zelf aangeven belangrijk te vinden van Bogeman Koudum. We starten de film. Dat het een leuke school is en dat de leraren je begrijpen en dat iedereen elkaar goed kent. Dat je plezier hebt en dat je gewoon leuk kan leren met de leraren. Ik vind het belangrijk dat ik me veilig voel op school en dat de docenten er voor me zijn. Het is best wel klein, ja, er zijn heel veel voordelen, want je hoeft niet de hele tijd te zoeken. Iedereen kent elkaar, dus dan krijg je veel meer vrienden. Nou, het is een hele leuke school en ja, je kan er veel mensen leren kennen. En het is ook wel leuk dat je de vrijheid hebt om in de pauze even het dorp in te gaan. Dat het hier gewoon superleuk is en je leert veel en er is plek voor lol. Het is een hele kleine, fijne school. Veel mensen kennen elkaar en de docenten begrijpen je. Dat er niet wordt gepest en dat gebeurt ook niet. Want ja, dat gebeurt niet, want de docenten letten er heel goed op. En we hebben peer mediators, dus het gebeurt niet. En dan kun je ook je eigen planning maken en leren je planning te maken. Dus dat is wel handig. Nou, dat je veel zelfstandig werkt, maar toch ook wel met korte uitleg. Dus je leert vooral om te gaan met wat je moet maken en verantwoordelijk te zijn voor je eigen leerstof. Je leert zelf plannen, zelfstandig werken, al dat soort dingen. Kennis maken met iets learning. Dat je bij min plus krijgt bij wiskunde. De kennismaking met SDL en het portaal. We hebben heel goed Frans en Duits geleerd. Want toen we dat net hadden, dacht ik echt dat het niet zo leuk is. En de docenten helpen heel goed. Nou, altijd leuk natuurlijk om te horen wat leerlingen nou eigenlijk zelf van Bogeman Koudum vinden. He, maar wat betekent nou eigenlijk goed onderwijs? En dan wel eens even kijken, wat is nou eigenlijk goed onderwijs op Bogeman Koudum? En die is eigenlijk gestoeld op drie pijlers. En die pijlers zijn, ik kies, ik kan het en we doen het samen. En als we eens even wat dieper inzoomen op deze drie pijlers, dan krijgen we het volgende. Ik kies. Nou, we vinden het heel belangrijk dat leerlingen zelf de mogelijkheid hebben om te kiezen. En ze kunnen dus bijvoorbeeld kiezen ervoor om eens wat dieper op de stof in te gaan. Wij noemen dat verdiepen van de stof. Of het verbreden. Hè. Ze willen hun kennis verbreden. Nou, dat zijn leerlingen over het algemeen die lekker in de stof zitten. En die dan op die manier toch voldoende uitdaging krijgen. Want dat is natuurlijk heel belangrijk dat de leerling uitgedaagd wordt. Hè. Dus dat leerling ook fijn lekker naar school gaat. En weet, oké, ik kan als ik wil mij verder verdiepen in deze stof. Er zijn natuurlijk ook leerlingen die het best moeilijk vinden. En ook daar hebben we een oplossing voor. Hè? Want dan kunnen ze zich verbeteren. Hè? Dan moeten ze ondersteuning krijgen. En die ondersteuning die gebeurt op verschillende manieren. En daar zal ik verder uitleg over geven.
Een van die manieren is toch het maatwerkuur. En het maatwerkuur is eigenlijk, wat we heel belangrijk vinden, is dat het individu centraal staat, de leerling staat centraal, de leerling die geeft aan waar die moeite mee heeft en kiest er dan voor een bepaald vak voor in te schrijven. Hij kan zich inschrijven voor een bepaald vak en daar mag hij dus ondersteuning bij verwachten. Je zit dan vaak met een kleine groep van leerlingen, een paar leerlingen, en kunt dan precies aangeven, wat is nou jouw probleem, waar wil jij graag uitleg bij? En dan kun je je inschrijven en die uitleg ontvang je dan tijdens het maatwerkuur van de docent waarop je hebt ingeschreven. Een andere mogelijkheid is natuurlijk ook dat wij het ook heel belangrijk vinden dat er ook leerlingen iets anders doen dan alleen maar leren. En dat doen ze onder andere in de talentstroom. Ze kunnen dus zelf kiezen waar ze hun ontwikkeling verder in door willen zetten. Dat kan zijn sport of iets anders, maar dat kan natuurlijk ook prima zijn dat ze eens kennis willen maken met heel iets anders. Met een vorm van drama, een vorm van techniek of wat dan ook. Of misschien wel koken. Dat soort, al die workshops, en het zijn er in totaal 15, dus er zit eigenlijk altijd wel iets bij wat ze leuk vinden of waar ze eigenlijk iets meer van willen weten. Nou, op die manier kunnen ze dus zelf kiezen wat ze gaan doen. Dus op dit moment is eigenlijk het kiezen heel belangrijk. Het volgende is natuurlijk dus die talentstroom waar ik al eerder over had. Die vindt plaats op dinsdagmiddag. En daar mogen ze 2 uur lang bezig gaan met iets wat ze heel graag doen of waar ze zich voor hebben ingeschreven. En dat doen we dan 6 weken lang. En in die 6 weken wordt een bepaalde ontwikkeling bereikt en gaan ze het leuk vinden. En ze zullen waarschijnlijk ook ervaren van, nou, dit is eigenlijk te kort. Ik wil er eigenlijk wel wat meer nog. Ik wil bijvoorbeeld bij muziek, is ook een talentstroom muziek, dat ze dan bezig gaan en ze denken, nou, ik vind het zo leuk, ik ga gewoon daarmee verder. En dat is hartstikke mooi om te zien. Dus samen met de docenten en andere leerlingen samen hun talent ontwikkelen. Dat vinden we ook heel belangrijk op school. Het volgende is, ja, hoe doe je dat? Nou, we doen het samen. Dat is een derde pijler die we hebben. En dat doet natuurlijk allereerst ook samen met een groep vaste docenten, die aan onze school verbonden zijn. Allemaal docenten die met vol enthousiasme leerlingen willen begeleiden. We hebben jonge docenten, we hebben docenten die wat meer ervaren zijn. Maar alles bij elkaar vond het een fantastisch mooi team en organiseren we heel veel voor de leerlingen. Een van de belangrijke taken ook is van een docent is als die mentor is. Want als die mentor is, is die het aanspreekpunt voor een leerling in een bepaalde klas. Dus iedere klas heeft een bepaalde mentor. En dan kan hij zijn ei kwijt. Hij kan zijn dingen die hij wil vertellen, kan hij kwijt. En op die manier, samen met de mentor, probeer je een oplossing te vinden. Of is alleen het luisteren soms al voldoende? Dus op die manier krijg je ook een hele goede band met de leerling. Daarboven staat eigenlijk een leerjaarcoördinator. En die leerjaarcoördinator, we hebben er eentje voor onderbouw en een voor bovenbouw. Die ondersteunen de mentoren en die eigenlijk begeleiden ze allerlei activiteiten en helpen mee dat goed te organiseren. Daarnaast hebben we de coördinator leerlingenondersteuning, zoals ik aangaf. Dat is mevrouw Handela die hier bij me is. En zij helpt leerlingen die ondersteuning nodig hebben. Die helpt ze daarmee en daarvoor een oplossing te zoeken. Om in ieder geval ook een luisterend oor te bieden. Dat ook heel belangrijk is. We hebben hele enthousiaste en jonge onderwijsassistenten. En die onderwijsassistenten, ik laat het direct nog wel een keer aangeven. Maar die onderwijsassistenten doen heel veel. Die helpen mee samen met in de les een les te laten verlopen, maar helpen ook leerlingen dus die extra werk willen doen door in de tussenuren of na schooltijd wat extra huiswerk te maken, helpen ze mee om dat in de studio te laten plaatsvinden. Maar daar vertel ik straks nog even iets over. Dan hebben we nog de conciërge. De conciërge is Ulbe Posma en die kent eigenlijk heel veel leerlingen. Ook bij oud-leerlingen heel bekend. En Ulbe die regelt allerlei dingen die voor de leerling ook belangrijk zijn. Of als vraagbaar. Enorm belangrijk. Een goede conciërge. En die hebben wij in ons team. Dan hebben we de peer-mediators. En peer-mediators wil eigenlijk zeggen, het woord zegt het al, is bemiddeling.
Leerlingen die opgeleid zijn om te leren bemiddelen. Vaak is het gewoon al eerst goed te luisteren, beide partijen aan het woord laten zijn en uiteindelijk samen tot een soort van oplossing te komen. Dat kunnen kleine conflictjes zijn, daar hoeft een docent echt niet bij te zijn. Dat kunnen leerlingen prima samen oplossen, maar wel met behulp van een peer mediator. Dus daar zijn we een paar jaar geleden mee gestart en dat is een heel succesvol project. Nou, we doen het samen, gaf ik al aan. En daarmee zeggen we eigenlijk, er is een gouden driehoek. En die gouden driehoek wordt vertegenwoordigd uiteraard door de school, maar samen met de ouder en de leerling, het kind, vormen we die driehoek. En samen gaan we kijken, wat is het doel van de leerling? Waar wil die naartoe? Wat heeft die nodig? En wat is die uiteindelijk? Waar wil hij in de toekomst naartoe groeien? Nou, hoe die dat doet, dat geeft hij daarin aan in zo'n gesprek. Vroeger hadden we de 10-minuten gesprekken, waarbij vooral de docent, de mentor aan het woord was. Eigenlijk is hier de spil in het web, is de leerling zelf. De leerling zelf geeft aan hoe die zijn doel wil bereiken, waar die staat en waar die naartoe wil. Heel belangrijk gesprek. Een gesprek duurt ook langer, daar nemen we ook meer de tijd voor. Want nogmaals, wij vinden het heel belangrijk dat in dit geval de leerling centraal staat. En samen met die ouders vormen we dan de gouden driehoek. We gaan naar de volgende dia. En als u eenmaal uw kind heeft ingeschreven voor Boogman Koudum, dan willen we graag kennis maken voor de zomervakantie. En dan gaan we met u kennis maken. U wilt met kennis maken met de mentor. En op die manier kunt u alvast wat vertellen aan uw zoon of dochter over Boogman Koudum. Dan hebben we zomervakantie. En na die zomervakantie, ja, dan start eigenlijk alles. Dan start onder andere ook het introductiekamp. En het introductiekamp, ja, het heeft als doel natuurlijk om elkaar te leren kennen. Heel belangrijk vinden we ook dat vrij snel al leerlingen leren hoe ze precies een vak moeten leren. Dus het leren leren. En dat doen ze onder andere in een LOB-les. Dat is leren leren en leren plannen. Hoe leer je nou precies een bepaalde taal? Of hoe leer je nou precies een wiskunde? Of hoe leer je dan bijvoorbeeld een vak als biologie, mijn vak? Nou, dat zijn best wel moeilijke dingen. En hoe kun je dat nou het beste aanpakken? Wanneer moet je ook beginnen met leren? Het leren plannen, dat is vaak moeilijk. Voor volwassenen soms al moeilijk. Laat staan voor leerlingen. Nou, daar gaan we je natuurlijk bij helpen. Dus dat is helemaal geen probleem. Iedereen heeft hetzelfde probleem en wij helpen je daarbij. Als laatste dus die peer mediators. Die peer mediators wordt per persoon, per klas wordt één peer mediator aan toegekoppeld, zodat als er een probleempje is, dat die weet bij wie die moet zijn. Heel belangrijk, de peer mediators. Wat mag u van het opleidingsaanbod van Boogman Koudum verwachten? Nou, het opleidingsaanbod is eigenlijk, als u van links naar rechts gaat, ziet u eerst 2 jaar basis- en kaderniveau. En dat niveau is voor 2 jaar. Dus de eerste 2 jaren kunnen de basiskaderleerlingen bij ons prima terecht. En leren ze eigenlijk de basis voor de bovenbouw. En als ze in die bovenbouw komen, ja, dan gaan ze veelal naar Sneek of naar Balk of naar Bolsward. Want daar leren ze ook praktijkvakken. En dat hebben wij nou eenmaal niet. Dat kunnen wij eenmaal niet in Koudum, in een kleine vestiging aanbieden. Dus vandaar dat ze dan onze school gaan verlaten en daar naartoe gaan. Daarnaast hebben we VMBO TL niveau en dat is van leerjaar 1 tot en met leerjaar 4, dus inclusief het examen, kunnen ze bij ons terecht en kunnen ze 4 jaar lang deze opleiding volgen. Daarnaast bieden we ook nog HAVO-VWO en dat is alleen voor de onderbouw. Dat wil zeggen dat leerjaar 1, 2 en leerjaar 3 bij ons HAVO- en VWO-leerlingen blijven. En daarna gaan ze over naar de bovenbouw en gaan ze naar Sneek veelal. En dan gaan ze 4 en 5 HAVO en 4, 5 en 6 VWO doen. Zijn ze van die HAVO af, dan stromen ze vaak door natuurlijk naar het HBO. En de VWO's stromen vaak door naar het WO-onderwijs. Wat wij belangrijk vinden is dat er vooral plaatsing plaatsvindt op het passend niveau. Leerlingen moeten geplaatst kunnen worden op basis van het advies van de basisschool op het juiste niveau. We vinden het heel belangrijk dat we daar ook aan voldoen en dat dat ook in samenspraak gaat vaak met de ouders. Daarnaast hebben wij kansklassen. Je mag zo'n klas tevens als een kansklas beschouwen. Want dat betekent dat een kaderleerling bijvoorbeeld, als die er heel erg uitspringt, dan bijvoorbeeld op een gegeven moment T kan gaan doen.
Dus gaandeweg kan er eventueel geswitcht worden als een leerling bovenmatig presteert. En dat is alleen maar fijn. Dat proberen we ook zoveel mogelijk. Maar het hangt natuurlijk ook af van de leerling. Dus een kansklas vinden wij ook heel belangrijk dat dat aangeboden kan worden. Dan, hoe bereiken we nou dit alles? Ik sprak al over die gouden driehoek. Wij vinden het individu heel belangrijk. We vinden het belangrijk dat we op maat lesgeven. Dat wil zeggen dat we insteken op het niveau van de betreffende leerling. Maar we moeten natuurlijk ook luisteren naar wat speelt er bij een leerling. En dat zijn toch persoonlijke gesprekken. En dat vindt vooral plaats in het coachuur. Dus samen met de coach, lees mentor. Dan hebben we een gesprek en dat kan heel breed over allerlei onderwerpen zijn waar een leerling mee zit, die kwijt wil en waar mogelijk een oplossing voor gezocht kan worden. Als die oplossing er is en we kunnen het aanbieden, dan doen we dat uiteraard. Die driehoeksgesprekken, dat heb ik eigenlijk al aangegeven. De driehoeksgesprek is dus ook heel belangrijk. Belangrijk voor de leerling dat hij aangeeft wat hij graag wil en waar hij naartoe wil en wat hij nodig heeft. Die maatwerkuren heb ik ook al over gesproken. Dus die maatwerkuren die op maandag en woensdag zijn, het eerste uur, waarbij die zich kan inschrijven voor een bepaald vak om extra verbreding of ondersteuning te krijgen. En dan hebben we die studio. Ik gaf al aan dat we onderwijsassistenten hebben. Nou, die onderwijsassistenten beschikken over een studio. En een studio wil eigenlijk zeggen een soort van huiskamersetting, waarbij de leerling zelf tussen de lessen door, als hij een vrij lesuur heeft, dat hij daar kan gaan zitten om zijn huiswerk te maken. Of na het laatste uur dat hij daar kan gaan zitten en om daar het huiswerk te maken. Er zijn al eenmaal leerlingen die thuis te veel afgeleid worden door allerlei zaken. En heel prettig vinden dat ze in die studio kunnen werken. En die bieden zich dan spontaan aan, mag ik bij u in de studio komen, bij de onderwijsassistent, en mag ik daar het huiswerk gaan maken. En uiteraard mag dat. Zolang die mogelijkheid bestaat, gaan we dat zeker doen. Wordt het op een gegeven moment te vol, dan zullen we daar een keuze in moeten maken. Maar die studio vinden we heel belangrijk. Wat we ook belangrijk vinden is dat u als ouders goed op de hoogte gebracht wordt van allerlei zaken die spelen. Allerlei informatie die wordt gedeeld via het ouderportaal of via de Bogeman app. En dan kunt u op uw telefoon exact zien wat is het nieuws. Daarin publiceren we een aantal dingen die wat betreft het nieuws. We publiceren, of daar komt het rooster van de leerlingen op te staan. Daar komen de cijfers op te staan. En het huiswerk kunt u daarbij ook zien. Dus allerlei informatie die u nodig heeft, kunt u daarop terugzien. Nou, als laatste nog, er zijn natuurlijk ook leerlingen die dyslectisch zijn. En ook die willen we heel graag ondersteunen. Dus ook die ondersteuning bieden wij. En vandaar ook dat wij zeggen van, nou, heel belangrijk, als leerlingen dyslectisch is, kan hij prima naar Bogeman Koudam komen. Want die ondersteuning bieden wij nou eenmaal. Bogeman Koudam verbindt. Nou, we willen natuurlijk als Bogeman Koudam, de school staat in Koudam, willen we eigenlijk een onderdeel zijn van de gemeenschap, hè, het Mienskip. En Bogeman Koudam organiseert daar ook een aantal activiteiten voor. Een van die activiteiten is Bogeman for You. En Bogeman for You is eigenlijk een activiteit waarin we de basisscholen uit de regio naar onze school halen. En dan gaan er allerlei workshops, kunnen de leerlingen voor inschrijven. En dan beleven ze een fantastisch mooie middag. Helaas konden we dat vorig jaar niet organiseren, maar nu konden we dat weer wel. En we hebben weer gezien, de leerlingen, de kinderen vonden het fantastisch mooi om met allerlei workshops deel te nemen. Dus die hebben een fantastisch mooie middag gehad. Een andere activiteit die we ook organiseren is Koudam Verbindt. En Koudam Verbindt is echt een lokale activiteit voor Koudam, waarbij we samen met de basisschool en het kinderdagverblijf een activiteit organiseren voor alle leerlingen in onze regio. Dus die leerlingen die in Koudam zitten en uit de regio komen, die kunnen dan bij Koudam Verbindt meedoen. En leven op die manier toch ook weer een hele leuke middag of dagdeel soms. Daarnaast hebben we een snuffelstage. En de snuffelstage is voor 3TL en 3HV. En dat is een stage waarbij leerlingen eigenlijk eens even gaan kijken bij een bepaald bedrijf of instelling. Van ja, hoe is het nou om daar te werken? Ze doen er werkervaring op. En dat motiveert ze enorm
om te weten van, nou, hier leer ik voor. Dit is wat ik graag wil. En hier heb ik dan alvast wat ervaring opgedaan. Dus die snuffelstage vinden we heel belangrijk voor de leerlingen. En de leerlingen zijn dan een beetje eigenlijk binnen een bedrijf en leren dan op die manier wat het werkende leven eigenlijk inhoudt. Een kortere stage is de stage van onstage. En onstage is eigenlijk 1 of 2-daagse stage, waarbij leerlingen naar een bedrijf of instelling gaan. En eigenlijk is het een beetje een voorloper van die snuffelstage. Ze denken, ze willen kijken naar een bepaalde instelling. Is het wat voor mij of is het misschien niks voor mij? Dus op die manier leren ze dat een bepaalde keuze te maken. En dat geeft ze een bepaalde richting mee, waarbij ze op een gegeven moment weten van, nou, dit is uiteindelijk, in die richting zou ik me verder willen ontwikkelen en straks een baan willen zoeken. Dus wat dat betreft is het ook mooi dat ze ook die ervaring opdoen. Dan heb ik al gezegd over die talentstroom. Die talentstroom die dus wij heel belangrijk vinden voor de leerlingen van Bogeman Koude voor klas 1 en 2. Ja, Bogeman Koude heeft veel activiteit. En eigenlijk te veel om op te noemen, maar ik heb er een selectie van gemaakt. Een van die activiteiten is dus het schoolkamp. Dat is zowel in leerjaar 1, waar ik eigenlijk al over verteld heb, maar ook voor leerjaar 3. Dus in 3 HAVO en in 3 TL gaan leerlingen op kamp en naar de Ardennen toe. En gaan daar een mooie week beleven samen met elkaar. En gaan allerlei fantastische avonturen aan. En allerlei uitdagingen. Dus een heel mooi kamp. En eigenlijk een mooie herinnering aan de middelbare schooltijd. Dus misschien heeft u zelf uit uw herinnering een mooie excursie of mooi kamp meegemaakt. Dan weet u hoe belangrijk het is voor de leerlingen. De schoolkamp vinden wij ook heel belangrijk. Daarnaast sport- en cultuurdagen die wij voor de leerlingen aanbieden. Nou, sport is ook heel belangrijk. Dus de sportdagen zitten erbij. Maar zeker ook dat we leerlingen kennis willen laten maken met cultuur. Dus op die manier gaan de leerlingen ook wat cultuur opsnuiven. En hebben ze ook een leuke middag- of dagdeel. Schoolfeesten. Natuurlijk zijn schoolfeesten ook enorm belangrijk. Hè? Het is jeugd en ze willen graag met elkaar beleven. Leerlingen kennen over het algemeen de Bogeman Koude, kennen elkaar wel. Maar vinden het toch altijd fantastisch mooi om zo'n schoolfeest mee te maken. En ook dat zijn mooie herinneringen voor later. Dus wat dat betreft, schoolfeesten vinden wij ook heel belangrijk. En natuurlijk ook excursies. Hè? Leerlingen gaan ook vanuit een bepaald vak bijvoorbeeld een excursie aan. En krijgen daar van alles mee of opdrachten mee of wat dan ook. We hebben zeker ook een hele leuke middag of dag. Tot slot hebben we ook natuurlijk extra aandacht voor taalontwikkeling en moderne vreemde talen. Want we leven eenmaal met Koude in een gebied waar heel veel toerisme is. En we vinden het dus ook heel belangrijk dat leerlingen goed de taal beheersen. Dus op die manier proberen we veel aandacht te geven aan taalontwikkeling. Nou, dan kom ik bij de vragen. En als we bij de vragen... Nee, we hebben nog geen vraag. Nog geen vraag, nee. Oké. Okay. Nou, dan heb ik in ieder geval wel een opmerking allereerst. Want wij vinden natuurlijk hartstikke mooi dat wij dingen kunnen organiseren voor de groep 8 leerlingen. En een van die activiteiten vindt toevallig morgen al plaats. En we noemen dat in de spotlight. Dus morgen vindt een soort kennismaking met de talentstroom. We laten een aantal talentenstromingen zien, waarbij leerlingen ervaren, weliswaar kort even, het is even min of meer snuffelen aan dat talentstroom, maar ze gaan even ervaren, wat is dat nou precies talentstroom en hoe leuk is dat? Nou, ik weet zeker dat ze dat fantastisch leuk gaan vinden. Dus wat dat betreft is morgen een mooie dag om daarvoor mee te maken. Heb je je nog niet ingeschreven? Het kan altijd nog op het laatste moment. Dus morgen een middag van 3:30 tot 4:30 op Bogeman Koude in de spotlight. Jullie zijn van harte welkom. En dan hebben we de doedag. Nou, de doedag donderdag 20 januari. Dan hebben we eigenlijk een soort van het snuffelen aan, nou, wat houdt nou een vak precies in? Dus je gaat een kort lesje van wiskunde bijwonen, of een kort lesje van Engels, of van Nederlands, of van bio, van aardrijkskunde. Maakt niet uit. Maar het zijn even ruiken naar, nou, wat doet Bogeman Koude nou in die verschillende lessen? En natuurlijk kunnen we maar een heel klein stukje laten zien.
Maar het is alleen al mooi om in het gebouw te zijn en even te horen en te zien wat nou een bepaald vak inhoudt. En dat hebben we als laatste, en dan moet u zeker aanwezig zijn, is de open huis. En die is donderdag 10 februari, dus volgend jaar 10 februari is die. En dan worden ouders natuurlijk samen met de kinderen uitgenodigd om deel te nemen. Houd daarvoor onze website in de gaten, wanneer je moet inschrijven voor donderdag 20 februari of voor donderdag 10 februari. Want dat staat nu nog niet open, maar dat komt binnenkort en dan kunt u zich inschrijven. Dus dan hopen we u zeker te zien. Zijn er inmiddels al vragen? Ik zit te kijken, meneer Burgers, maar nog geen vragen. Nog geen vragen? Nee. Nou, dan heel duidelijk. Is het denk ik een duidelijk verhaal. Kan natuurlijk altijd nog. Hè? Ja. Als je bezoekt op de doedag of je hebt open huis, dan kan je altijd natuurlijk vragen stellen. Er is een vraag. Ik heb inmiddels een vraag. Oh. En de vraag is, is de brugklas voor HAVO en VVO een combi-klas? Ja. De HAVO en de VWO, leerlingen zitten bij elkaar. Dat heeft dus, wat ik al zei, als kansklas ook de mogelijkheid voor HAVO-leerlingen om zich op te werken naar VWO-leerlingen. Die zitten samen in één klas. Dat gebeurt zowel in leerjaar 1 als in leerjaar 2. In leerjaar 3, dan zijn de VWO-leerlingen krijgen echt VWO-boeken en de HAVO-leerlingen krijgen HAVO-boeken. En dat betekent dat op dat moment echt een scheiding plaatsvindt. En op dat moment wordt eigenlijk al aangestuurd op die bovenbouw. En gaan leerlingen dus die informatie krijgen. Dus dan vindt er eigenlijk een scheiding plaats. Maar de eerste 2 jaar kunnen de leerlingen eigenlijk zitten in één klas. En de VWO'ers die krijgen natuurlijk wel de VWO-opdrachten. Het is niet zo dat ze de HAVO-stof krijgen. Ze worden zeker wel uitgedaagd. Dus zowel in eigenlijk bij alle vakken hebben we speciale VWO-opdrachten en we hebben speciale HAVO-opdrachten. Dus de leerlingen die VWO hebben, die vraag ik altijd om de VWO-opdrachten te maken. En de leerlingen die advies vanuit de basisschool HAVO hebben in leerjaar 1, die laat ik de HAVO-opdrachten maken. Daar zit nog geen vraag. Nog geen vraag. Dan ga ik ondertussen al verder, maar mocht er een vraag komen, stel ze gerust, want dan kan ik alsnog daarop inspelen. Wat ik heel belangrijk vind is, nou, we hebben heel veel verteld over allerlei activiteiten. Maar via social media kun je ons gewoon volgen. En mijn advies is, doe dat ook gewoon. Kijk op die Instagram of via Facebook wat er allemaal georganiseerd wordt. Dan zetten we de meest actuele dingen zetten we daarop. En dan kun je zien, wat kun je nou eigenlijk allemaal beleven op Bogeman Koudum. En wat je zult zien is, het is niet alleen het leren. Je zult ook hele leuke activiteiten zien. En je denkt van, nou, hier kan ik wat mee. Dat spreekt me aan. En daarom volg ons op social media. Dat is een mooie kans. Is er een vraag? We hebben een vraag. En de vraag luidt, hoe groot zijn momenteel de HAVO en VVO-klassen in Koudum? Ja, we hebben een HAVO-VWO-klas. En daar zitten 25 leerlingen uit mijn hoofd gezegd, zitten daarin. Dus een mooie klas, niet al te groot. Leerlingen, het mooie is eigenlijk ook dat als je HAVO en VWO-leerlingen bij elkaar zet, dan trekken vaak de VWO-leerlingen de HAVO-leerlingen mee. En ieder jaar eigenlijk maken we het weer mee dat leerlingen die eigenlijk het HAVO-advies hebben gekregen op de basisschool, zich toch op een of andere manier door hard te leren, maar door de VWO-leerlingen als het ware meegetrokken worden richting het VWO-niveau. En ja, op die manier is het een mooie interactie. Maar nogmaals, de VWO'ers worden echt uitgedaagd met VWO-stof en de HAVO'ers worden echt uitgedaagd met het niveau van de HAVO. Er is nog geen vraag. Nog geen vraag. Ja, dan maak ik even een switch naar de laatste dia. En de laatste dia die zegt eigenlijk in het kort waar Bogeman Koudum voor staat. Je kunt er een heel lang verhaal van maken, maar ik probeer het toch even in het kort te doen. We hebben korte lijnen. Ik heb al aangegeven, we vinden het heel belangrijk dat we die korte lijnen hebben met die driehoeksgesprekken. Dus de ouders en de leerling en school. Dat is heel belangrijk. Als er iets is, dan we kennen onze leerlingen, we weten hoe ze zijn. Dus dan kunnen we heel mooi inspelen en samen tot een oplossing komen, samen met de ouders. Dus korte lijnen vinden we heel belangrijk. We hebben betrokken medewerkers. Medewerkers die er soms al wat langer zitten, maar we hebben ook hele jonge, enthousiaste collega's. En dat is een mooie mix eigenlijk voor ieder team en dus ook voor Bogeman Koudum.
Het is een school die we hebben, die dichtbij eigenlijk de gemeenschap staat, in een prachtig gebouw. We vinden het belangrijk dat het onderwijs uit de regio ook direct vertaald wordt. En op die manier is het ook, vinden wij het heel belangrijk dat de leerling die uit de regio komt ook kennis gaat maken met allerlei dingen die in die regio spelen. Dus onderwijs op dichtbij in een prachtig gebouw. Talentstroom, ja, daar heb ik eigenlijk al uitvoerig over verteld. Dat is echt wel iets waar Bogerman voor staat. Waarbij de leerlingen leren samenwerken, leren op een leuke manier zich kunnen ontwikkelen in een iets wat ze nog niet kennen. Of juist iets wat ze wel kennen, maar waar we ze verder in willen ontwikkelen. Dus dat is heel belangrijk, die talentstroom. Daarnaast die studio, ik gaf al aan. Heb je een tussenuur of wil je zelfstandig werken na school? Dat kan, die faciliteit bieden wij ook in die studio. Een soort huiskamersetting zou je kunnen zeggen. Dus onder begeleiding van een onderwijsassistent kun je daar prima huiswerk maken. Kortom, wat vinden we ook belangrijk bij Bogerman Koude? Nou, kampen heb ik al genoemd. Ik heb excursies genoemd. Bogerman for You, wat in de regio gebeurt, vinden we belangrijk. Koude verbindt, wat specifiek in Koude allemaal leeft, dat willen we graag ondersteunen. Ja, er is eigenlijk nog zoveel meer. Maar ik zou zeggen, schrijf je in voor die toedag of voor de open huis. Maak contact met de docenten, maak contact met de leerlingen, die lopen ook rond. En je zult ervaren wat er allemaal te beleven valt op Bogerman Koude.